We gaan richting het einde van de podcast. Maar dat moeten we niet, dat kunnen we niet doen zonder toch heel even het spanningsveld tussen lange baanschaatsen en shorttrack te noemen. Want jij hebt een van jouw visies die je had, of een van je doelen die je had, en die je in al die interviews in de afgelopen jaren hebt gegeven, is: ik hoop dat er ooit een dag komt dat jonge mensen, kinderen, jongens en meisjes, niet alleen Irene willen worden of Sven, maar ook Shinky of Suzanne. Ik heb het gevoel, maar dat is misschien ook omdat ik helemaal in short track zit nu, omdat jij hier aan tafel zit, dat het een kantel is. Dat Suzanne en Shinky absoluut iconen zijn geworden voor jonge mensen. Heb jij dat gevoel ook? Of, ja, het is natuurlijk makkelijk te associëren met een Suzanne Schulting van 20 jaar dan met een Irene Wüst van 30. Ja. Dat laat al duidelijk zijn. Waar wij altijd naar hoopten is dat short track gewoon gezien werd als topsport. En dat het een sport is waar je als kind ook een keuze voor kan maken. In het verleden, toen ik begon, was het heel duidelijk. Je reed bij een club. En als je goed was in het schaatsen, ging je automatisch naar de lange baan. Zelfs als je goed was in het short track schaatsen. Die basistechniek is identiek. Alleen bij ons in de sport, in het short track schaatsen, ligt die onder een vergrootglas. Dus uiteindelijk een leuke short track schaatser kan technisch gezien makkelijk overstappen naar de lange baan. Daar heb je andere kwaliteiten voor. Je zijn over het algemeen fysiek veel sterker. Mm-hmm. Het is een all or nothing altijd. Het is jij tegen de klok. Dat is iets anders dan in een pack rijden. Maar ik ben wel van mening dat op het moment dat er een aantal mogelijkheden zijn om in het short track ook een paar centen te verdienen. We hebben niet die commerciële teams, dat trekt toch altijd. Op het moment dat je in Nederland goed kan schaatsen, lange baan schaatsen, kom je in een team terecht waar je boterham kunt verdienen. Nou, dat kunnen wij nog niet. Ik ben heel erg blij dat het NOC-NSF daarin in meegaat om die stipendia dusdanig uit te reiken. Van doen wij het goed in het short track op wereldniveau, dan kunnen wij die groep atleten faciliteren met, met een maandelijkse bijdrage. Ja. En dat maakt de keuze voor een atleet al ietsje makkelijker. Ja. Het zou mooi zijn natuurlijk in de toekomst dat er meer atleten in het short track een paar centen kunnen verdienen. Dat die prijzen gelden, dat die gelijk getrokken worden. Want daar zit nog wel een heel erg... Ja, maar dan gaat het over geld. Hè? En ja, maar ja, keuzes worden... Ja, hoe gek het ook klinkt, keuzes worden gemaakt... Hey, hoe oud ben jij nu, als ik vragen mag? 29. 29. Ja, en dus jij zit nog in die topsport, hè? Precies, dus het is maar, wel... Je maakt en waarom, maar die hoe keuze... kan jij het je voorloven in die topsport te zitten? Omdat jij maandelijks waarschijnlijk precies, een bedrag krijgt. Precies. Dat geldt voor ons ook. Ja. Op het moment dat dat stipendium zou wegvallen... Ja, is de basis onder mijn team ook in één keer Fuji. Ja. Je kan als 4, 25-jarige... wordt maatschappelijk niet meer geaccepteerd als jij een parasiet bent en je doet helemaal niets. Nee, je moet toch wel ergens moet je laten zien hoe goed je bent. Je moet daar een aantal centen mee kunnen verdienen. En hoe mooi is dat als dat via een bepaalde commercie kan? Ja, inderdaad. Dat is wel een voorwaarde, denk ik. Zeker voor het succes van een sport. Maar ik kan uit ervaring spreken dat je tot een bepaalde leeftijd in ieder geval nooit voor het of niet voor het geld doet, want dat kan niet. Maar je gaat niet harder roeien als je 1000 euro meer per maand krijgt. Ben ik helemaal met je eens. Dat is echt een voorwaarde voor. Maar als jij 16, 17 jaar bent en je moet een keuze maken en de schil om die atleet, dat zijn de ouders, en die zeggen: joh, je bent er beide goed, maar op het moment dat jij op de lange baan een resultaat rijdt, word jij in een commercieel team opgenomen. Ja. Dat is toch wel fijn. Ja. Als jij in het short track gaat, nou, je weet het maar nooit. En zoveel gaan er niet naar de Olympische Spelen. Even om aan te geven, wij gaan met 5 dames naar de Spelen. Op de lange baan gaan ze met 10 dames naar de Spelen. Nou, dezelfde kant van de heren. Dus je hebt 100% meer kans om je te plaatsen. Ja, nee, ik snap het financiële oogpunt. Snap ik goed, maar ik denk dat het... ik heb zelf ook wel gefantaseerd over een commercieel roeiteam. En het staat of valt bij of het interessant is voor de commercie. En ik denk nu dat het met short track, als ik zie hoeveel reuring er omheen zit, met dus gewoon markante figuren zoals Suzanne, zoals Shanky, zoals jij, dat maakt dat het interessant is voor de commercie en dat uiteindelijk ook bepaalt of er een team kan gaan staan of niet.